Ja, goedenavond dames en heren. Welkom op het wekelijkse webinar van het Belgische crypto-platform Bit4You. Vanavond bekijk ik met Gwen Busseniers, oprichter van CryptoSchool, de crypto-actualiteit. Dag Gwen. Dag Francis, goedenavond iedereen. Hoe staat het ondertussen met je boek? Kan je er al iets meer over vertellen? Ja, het script is binnen. Dus het grootste werk van mij is nu gedaan. Maar ja, nu moeten daar nog redactie en vormgevers en heel de ruitenmeteut overgaan. Dus nog even geduld. Ja, en wanneer komt het op de markt? Voorlopig 9 april, maar ik kan wel al eens een keer een cover tonen. Ze. Ja, dus, dat zal worden. Ja, dat is mooi. Mooi, mooi. Voilà. En de uitgever zal dus... Borgerhoff en Lambrecht zijn. Ja, maar ik kan hem even bestellen bij de standaardboekhandel. Ja, ja. Interessant. En hoeveel dagen heb je er zo aan gespendeerd? Hoeveel dagen heb je eraan gewerkt? Je kunt kiezen ofwel 7 jaar ofwel 2 maanden. Naar gelang. Ik zou zeggen 7 jaar uiteindelijk, hè? Want ik denk dat je 7 jaar bezig bent met die crypto. Ja. Dus het is een accumulatie van ervaring eigenlijk. Hè? Het is een accumulatie van ervaring, maar toch ook een actuele weergave. Want ik denk, 2 jaar geleden zou dat boek er totaal anders hebben uitgezien, omdat die markt evolueert. Dus nu had ik toch wel alle kennis van de nieuwe bull market heb ik ermee in kunnen verwerken. We zien ook dat er deze bull run heel veel focus is op layer 2 solutions in blockchain. Dus dat zijn die infrastructuuroplossingen. Dat zijn netwerken zoals Solana en Polkadot. Dus dat komt allemaal aan bod in het boek. Interessant. Een gids doorheen de wereld van, voor de mensen die er meer over willen weten. Ja, interessant. Zeker voor mensen die willen starten ermee. Ja. Of verder gaan. Ja, ik denk voor zowel mensen die zeggen van kijk, ik wil wat meer weten over die industrie voordat ik erin investeer. Of die misschien er professioneel mee gaan bezig zijn later. Ja, daar is het wel een heel interessant boek voor. Oké. En dan naar de actualiteit. En zoals elke week moet ik dan even vertellen dat we geen financieel advies geven, maar eigenlijk dit doen, puur ter info. En het was op zijn zachtst gezegd een vreemde week toch voor de cryptomarkten. En de richting werd grotendeels bepaald door de hele oorlogssituatie in Oekraïne. Eigenlijk danste een beetje op de gebeurtenissen van die toch wel bizarre week. Verbaast je dat, Gwen, dat die Russische inval van vorige week voor zware verliezen zorgde? Maar dat dan nu vandaag, vandaag zien we dan plus 10% voor zowat alle munten, dat ook te maken heeft met die oorlogssituatie? Ja, nee, totaal niet. Zoals we al aangehaald hadden in vorige uitzending, is dat we leven momenteel in een totaal nieuwsgedreven markt. Dat is voor mij en andere technische analisten daarom niet altijd even leuk, omdat ja, er kunnen emoties gaan meespelen. We zien ook een grote correlatie, of nog meer correlatie, met de aandelenbeurzen. Dus wat geldt voor crypto, geldt momenteel zo'n beetje voor alle aandelen, of toch zeker de tech-aandelen. Maar ja, die oorlog is voor niks goed. Ja, maar toch zien we vandaag bijvoorbeeld 10% winst voor Bitcoin. Ja. En ik zie dan als uitleg dat vooral Russen, maar ook Oekraïnen, zwaar hebben gekocht en nog aan het kopen zijn, omdat dus bijvoorbeeld de Russen geen vreemde valuta meer mogen uitvoeren en dus massaal, of ja, misschien niet massaal, maar toch in grote getalen hun roebels, die zwaar aan het dalen zijn, omzetten in crypto, om die dan eventueel naar het buitenland te kunnen versassen. Is dat iets dat je denkt dat een goede uitleg is voor die forse, plotse stijging van vandaag? Voor die tijdelijke stijging van vandaag, die is letterlijk op de minuut begonnen, toen het, want ik had CNN en Reuters hier openstaan, letterlijk op het moment dat de eerste onderhandelingsronde gedaan was met het nieuws van we gaan verder praten. Het was niet goed, maar het was ook niet slecht. En letterlijk dan is die prijs beginnen omhoog schieten, maar zoals we straks gaan zien, zit hij nu aan een weerstand te tikken. Ja, het is een tijdelijk, moet ik zeggen, een tijdelijk beetje hoop.
Ja, Maar... het kan in feite nog alle kanten uit, hè. En zoals dat je zelf zegt, nieuwsgedreven vooral. Dus morgenochtend kan er alweer iets anders, een andere wending zijn en krijgen we weer een andere beweging te zien, hè. Ik denk, allee, ze gaan die tweede ronde, heb ik nu gelezen, binnen een paar dagen houden. Als er dan slecht nieuws uitkomt, ja, dan gaan we terug naar beneden. Ik wil nog zien, het is zoals je zegt, gaan alle Russen of de Russische overheid nu massaal crypto kopen? Dat soort volume zie ik momenteel nog niet in de markten. Ik denk ook als Rusland, en dan heb ik het nu over de overheid, cryptotransacties zou doen, hè, om de band te omzeilen, dan gaan ze dat niet via de spotmarkten doen. Dan gaan ze gewoon over de counter. Dus dat weerspiegelt zich dan niet in de Bitcoin-prijs. Dat ga je niet zien. Ja, Dus ja. dan zien we ook een ander fenomeen, hè. Een soort van crypto-offensief. Velen doneerden cryptomunten aan Oekraïne, aan de strijdkrachten. Hoe verklaar je dat eigenlijk? Heeft dit te maken dat er toch een zekere revolutionaire ondertoon in die wereld zit? Nee. Zo'n beetje tegen de gedecentraliseerde overheid zou willen optreden? Dat denk ik niet. Weet je, crypto wordt al jaren gebruikt voor goede doelen ook, hè. Naast crowdfunding voor goede doelen. Dus hè, het Rode Kruis Amerika aanvaardt al jaren, UNICEF aanvaardt al jaren. Dus het is niet ongezien dat hè, internationale goede doelen, ik weet niet wat dit eronder valt, in ieder geval dat er zo'n geldcollectes worden gedaan via crypto. Dat is niet abnormaal. Ja, want er zou toch al 20 miljoen dollar zijn opgehaald, wat dat toch ook niet min is. Nee. Maar ja, er zit ook aardig wat geld in crypto, hè? Ja, En absoluut. de mensen, dat is nu ook wel de sterkte van crypto, is dat de donateurs of de mensen die dit geld gaan geven, dat ze vrij zeker zijn dat dat rechtstreeks naar de betrokkenen gaat. Weet je, er zit geen bank tussen. Ja. Ik zeg maar, als de Oekraïnse president nu zegt van kijk, dit is mijn Bitcoin-adres en je stort erop, dan weet je dat dat rechtstreeks ook in zijn handen gaat komen. Allee. Dus ja. En het gaat snel, hè. Er moet geen 2 of 3 dagen tussen zijn of een beslissing van een bank of een weekend. Dat is instant. Ja, en dan aan de ene kant wordt er gestort, zo'n beetje om steun, maar aan de andere kant wordt er opgeroepen om Russische klanten van de grotere dan, hè, van die crypto-platformen te gooien. Wordt jacht gemaakt op info rond wallets van de rijke Russen. Omdat deze laatste vooral crypto blijven gebruiken om hun geld wereldwijd zowat te gaan stroomlijnen of versluizen. Is dat ook iets dat je normaal vindt in deze Het cryptosfeer? is een logische reactie. Als je één kanaal afsluit, dan wordt er een ander kanaal gezocht. En dit kanaal is nog niet genoeg gereguleerd, hè. Ze zijn daar druk aan bezig. Dat stond vandaag ook in de pers, dat ze daar nu, moet ik zeggen, meer haast gaan opzetten. Nu, dat heeft ook zijn voor... Allee, het heeft zijn voordelen ook voor de, laten we zeggen, de brave mensen in de straat. Die kan nog aan op die manier aan geld. Maar helaas, dus ook de... minder braaf, ik ga proberen me politiek neutraal te houden. Mensen, die kennen die kanaal natuurlijk ook. Maar inderdaad, het is een vorm van money flows die nog niet geregulariseerd is. En waren dat al van plan? Hè? In Europa is er MiCA. Dat had ik sowieso verwacht dat dit 2022, 2023 zou worden uitgerold. Maar daar Dit geeft hun gewoon nog een incentive om dat sneller te doen. We komen er straks op terug, hey, over Ja, de is goed. regelgeving. Nu, ondertussen zijn er hier wat vragen binnengekomen. Iemand zegt hier dat er weinig volatiliteit is. Het lijkt erop dat de retail vlucht. No. Dat hebben we ook gezien in de on-chain, hè. Dus alle mensen die, laten we zeggen, sinds de vorige top, hè, of naar aanleiding van de vorige top hebben gekocht, die zijn eruit. Dus wie dat er nu nog overschiet, dat zijn de hodlers en de professionele traders. En ik neem aan, en dat zou ik ook alleen maar iedereen aanbevelen, van als jij aan de zijkant staat met je fiat of met je stablecoins om terug in te kopen, wachten op een zeer duidelijk signaal.
zowel uit de wereldeconomie als uit de oorlog, als prijsanalytisch, dat we zijn omgedraaid. Want ik zeg het, we zitten nog altijd in nieuwsgedomineerde markten. En ik heb nog voorlopig nog geen analytisch vooruitzicht op dat gebied. Ja. En dan nog een andere vraag. Kan je met iets inspelen op de roebel? Ik denk niet dat dat een goed idee is voor het moment, want nee, de roebel heeft momenteel al 20% verloren op de dollar, had ik gezien. Dus daar, ja, dat is een beetje gokken, hè. Ja, en ook dat is een beetje, misschien, dat drijft ons te ver. Om nog even in te gaan, een volgende detail voor de vraag van Fabrizio. Er bestaat zo'n een indicator, of een term, hè, dat is de open interest. En die is momenteel nog altijd vrij hoog. Dus dat wil zeggen dat er, als er een beweging komt, en die kan aan de twee kanten zijn, dat er nog wel behoorlijk wat geld aan de zijlijn staat om daar een goede duw in de richting te geven. Maar ik durf mij zelfs nu nog altijd niet uitspreken of dat dan naar beneden of naar boven gaat zijn. Ja, en dan de derde interest... vraag. Ja? Ja, welke hardware crypto wallet zou je aanraden? Oh, er zijn er drie. Je hebt de Ledger, hè, je hebt de S en de X. Het verschil tussen die twee is dat de X ook Bluetooth aan kan en iets meer geheugen heeft. Maar als je niet te veel of de exotische crypto treedt, dan heb je mijn S voldoende. Die kost maar €60, denk ik. Een X zit al 130, 140. Moet maar eens even opzoeken. Dan heb je de Trezors, zelfde kaliber. En dan heb je die Engraves. Die zijn heel cool. Dan heb je ook een touchscreen en al, maar die zijn ook heel duur. Ik denk dat wel naar de €500 gaan en je zal nog even moeten wachten. Hè. Dus dat zijn de gekende merken en ook de meest gekochte merken. Oké, en als we dan even naar de munten zelf kijken, dan had ik voorbereid deze morgen dat de Bitcoin en Ethereum op hetzelfde niveau als vorige week maandag noteerden, maar dat is onder andere... veranderingen door die Russische aankoopgolf. En zien we dus dat op weekbasis er toch een mooie winst is van 8-10%, maar alles zit eigenlijk in vandaag. De Bitcoin was wel vrij volatiel, want is even onder de 35.000 geweest. Ethereum is onder de 2004 geweest deze week. Maar dus met het herstel van vandaag zitten we terug boven de 40.000, die Bitcoin. En wat zie jij in de grafiek nu we terug boven die 40.000 staan? Veel veranderd? Ik ben dat je ging zeggen, wat zie jij in de kaarten? Want dat zou bijna hetzelfde zijn op dit moment. wat zien we? We gaan eens even kijken, want het is de 28e vandaag, dus we zitten op de laatste dag van de maand. Dus we zullen eens beginnen met de maand. Dat is lang geleden. Oké. Een beetje positief en een beetje negatief nieuws. Positief nieuws is dat we gaan sluiten boven die 20 of 21 maandelijkse moving average. Dus die hebben we al gehaald. Negatief is hier dat de MACD een negatieve cross heeft. Ja. Dus wat kunnen we zeggen van de maand? Als we dan gaan kijken naar de week. Even kijken wat we hier konden van zeggen. Dus de week die toont een bullish divergentie. Dus dat wil zeggen tussen deze low en deze low. Zagen we hier een RSI. En de prijs ging naar boven, maar de RSI ging naar beneden. Ja, dat is een bullish signaal, maar dat is nog niet bevestigd. Als we hier nu duidelijk nog verder naar boven gaan schieten, dan kan dat bevestigd zijn. Maar het kan evengoed zijn dat we hier nog eens verder naar beneden gaan. Dus daar durf ik me op dit moment ook nog niet over uitspreken. De vraag is deze beweging. Dus we hebben hier wat de meeste aanhouden is dat we hier een ABC-correctie hebben gehad. Hè? A, B, C. Maar deze C, deze laatste been, dat is de Elliott Wave-theorie, is dat gedaan of gaan we nog eens verder? Ja. Niet een 1, 2 en dan zouden we hier echt naar boven moeten gaan. Maar alles hangt een beetje af en nu gaan we naar de dag kijken. Letterlijk.
Hier zien we de beweging van deze namiddag. Mm-hmm. Dus die groene kaars hier. Alles hangt ervan af of dat we hier door gaan gaan. Dus ik heb hier een weerstandszone tussen de 41,3 en de 41,8, give or take. Als ik hier, ik heb hier ook een Fibonacci opgezet. Ik zal die even wat in het donkerder zetten, zodat jullie die goed kunnen zien. Dus we zijn hier gebotst op weerstand van de 0,618. Dat zou kunnen, als we nu verder naar beneden gaan. En je ziet letterlijk, die wiek heeft letterlijk de rand hier geraakt. Ja. Ja, en nu moeten we gaan kijken. Hè. Dus zoals we gewend zijn de laatste weken, moeten we nog verder afzakken naar de 4 uur. En hier hebben we wel iets moois. Mm-hmm. We gaan onze RSI weer eens vergroten. Dus deze was de 4-uur-lijn die we vorige week hebben besproken in de RSI. We zijn letterlijk, die is er doorgegaan en gebotst. Ja, erop. Dan er terug vanaf gekot. Dat is het ideale scenario. Wilt dat zeggen dat we al heel die trend gaan omkeren, omdat we dat signaal hebben? Misschien, maar ik zeg het, is een nieuwsgedreven markt. Mm-hmm. Ik wil zien nu dat we eerst door die 40, allee, die 41 hier geraken. En dan zoals ik de voorbije weken heb aangehaald, ga ik pas terug echt positief zijn als we hier de 44, 45 en dan het absolute niveau om te gaan doorbreken is hier de 45.800. Je ziet, dat is een trendlijn die gaat hier al lang mee. Hè? Ja. Nu, gaan we even terug afzakken naar de 4 uur. Volgens Fabrizio lijkt het nu toch terug te vallen naar 39.600, zegt hij, nadat er eerst een test is gedaan op 41.330. Ja. Dat kan. Nu, ik zal even het bullish scenario. Hè. In een bullish scenario kunnen we zeggen dat we hier een head and shoulders hebben. Ja. Mm-hmm. En dan had ik hier de afmeting al gedaan. Dus als je, ik zal even dat lijntje hier terugpakken, hè, als je van de head tot aan die lijn trekt en je zet dat hier uit, dan zouden we komen aan een niveau rond de 44.500. Dat zou ook op basis van deze Fibonacci de 1,272 zijn. Nu, dat zijn levels die eerder wijzen op een correctie dan op een impulsweef naar omhoog. Dus dat wil zeggen dat het zelfs al komen we hier aan die 1,272, ben ik nog altijd niet overtuigd dat we er zijn. Gaan we doorstoten naar het volgende niveau, hier de volgende ondersteuningszone, die echt ook dan letterlijk op de 1,618 van de Fibonacci zou vallen, dus dat is op 46,7, dan kunnen we veel hoopvoller zijn. Maar moest Oekraïne er niet zijn, moest de Fed er niet zijn, dan zou ik zeggen van, ja, hè, dan zou ik een pak zekerder is niet het woord, maar toch meer slaagkansen geven aan het bullish scenario. Maar in deze tijden vind ik dat een beetje naïef. Zou ik naïef vinden van mezelf, omdat als ze binnen 2 dagen de gesprek hervatten en het loopt slecht af, dan kunnen we even naar beneden. Maar dit zijn al sinds de niveaus om in de gaten te houden of de niveaus om tussen te gaan treden. Ja, en er is nog altijd die correlatie met de beurzen ook, hè. Ja. Als de beurzen het de komende week weer wat minder goed zouden gaan doen, want ze zijn toch fors hersteld na de inval, eerst de daling en dan een herstel. Dus ja, daar zal toch ook wel veel van afhangen. En krijgen we trouwens bij Ethereum hetzelfde beeld? Ik ga ook mijn Fibonacci een beetje leesbaarder zetten. Dus Ethereum is daar, ik ga even op de dag, hè. Mm. Eigenlijk zien we inderdaad hetzelfde beeld. Dus die heeft ook, die zit hier ook nog steeds tussen zijn RSI-trendlijnen. Dus ik kan die zelfs nu iets opschuiven. Dus dat is de RSI-trendlijn, die gaat al heel terug. Dat is de hele correctie eigenlijk, bijna van vorig jaar. Ja, sinds vorige zomer. Zit onder 1 wieg hier in die RSI. Dus ik wil dat zien doorbreken. Nu, als we dan gaan kijken echt op de korte termijn, want
kunnen haast niets anders in deze markten. Hetzelfde. Eens kijken, hier zijn we wel vroeger aan het terugzakken. Ik denk dat Ethereum wel nog zou durven doorstoten naar de 3000. Tussen 3000 en de $3,135. En ook daar weer gaan we voorzichtig afwachten. Ethereum's MACD... Wacht, de MACD... Ik ga eens even kijken hier op de dag. Die staat wel klaar om naar boven te gaan. Dus ik denk wel dat we nog verder naar boven zullen gaan. Ja. En vermoedelijk denk ik naar de $3,000 toe. Maar niet gezegd dat we daarom uit de penarie zijn. En dat is het scenario voor de hele markt. Oké. Misschien kunnen we ook eens naar Terra kijken. Op weekbasis plus 40%. En de voorbije weken hebben we toch verschillende keren die munt behandeld. Die hadden een nieuwtje. Hè? Mm-hmm. Dus Terra die hadden een nieuwtje. In die zin dat die hebben een... Die hebben het nieuws naar buiten gebracht dat ze extra onderpand in de vorm van bitcoin hebben toegevoegd aan hun fonds. Plus dat dat voor 4 jaar zou worden vastgezet. Dus dat geeft een enorme vertrouwensboost voor investeerders, waar dan de rest van de markt op is gesprongen. Dus Terra is momenteel de safe haven in de cryptocurrencies. Eens kijken. Want die is hier vlotjes aan het doorstomen terwijl dat wij praten. Ja. Ik ga er eens een alarmpje op zetten. Misschien horen we het nog in de uitzending. Hier is een alarm op zetten. Als die daar door kan storten door die 87,6, dan is die goed bezig. Eens kijken wat een projectie dat we daarop kunnen zetten. Ja, dan zou die toch wel eens vlot naar de 91,5 kunnen gaan. Op de korte termijn, hè? Ja. Oké. En dan de zogenaamde meme-munten, die stonden onderaan de rangschikking. Dus deze morgen... Bijvoorbeeld Dogecoin, Shiba Inu, min 10%. Ondertussen is dat al verminderd, hè? Want die zijn ook hersteld. Maar misschien kunnen we eens de grafiek van Shiba of Dogecoin bekijken. Ja, ik heb hier al Doge klaargezet. Ja. Dus Doge, daar zitten we al sinds juni, vorige zomer, zitten we in zo'n een wedge die naar beneden gaat. Theoretisch... breken dalende wedges uit naar boven. Maar ze kunnen natuurlijk wel eerst heel lang naar beneden gaan. Mm-hmm. Je ziet dat hier ook in die RSI, zie je ook die wedge terug. Dus pak gewoon die top hier van 17 april en verbind die toppen. Ik zou zeggen, zet dan hier een alarm op die trendlijn. En als die doorbroken wordt naar boven, en liefst dan nog eens gereed test... Dan mag je al geruster op je oren slapen wat dat Doge betreft, maar tot dan. Nu, wanneer wil zeggen korte termijn, hè, zitten we hier met een trendlijn die de prijs naar beneden drukt en we zitten hier bijna letterlijk in de apex van die driehoek. Ik zou niet verbaasd zijn als die hier doorgaat en bijvoorbeeld dit niveautje gaat testen. Dat zou dan toch een leuke prijsstijging zijn van 73%. Allee, in deze tijden is dat niet slecht, hè? Ja. Maar ja, weer al zeer afhankelijk van... nog meer afhankelijk van nieuws dan anderen, gewoon om het feit dat het een meme-coin is. Ja. Bijvoorbeeld, ja, ik heb dat eens opgezocht. Die heeft toch een marktcap van $13 miljard. En dat is evenveel als bijvoorbeeld Solvay, het Belgische bedrijf Solvay. Dat vind ik toch wel vrij frappant. Wil toch zeggen dat er... Of kan ik concluderen dat daar toch veel speculatief geld in zit? Want $13 miljard... Wel, speculatief, maar er zijn wel... In de dip zijn er echt whales die... Allee, of toch wil zeggen, mensen die aan het whale-profiel voldoen...
die grote zakken Shiba hebben gekocht. Maar of dat, dat een goede zaak voor hun was, ik hoop het. Veel kan ik daar nog niet over zeggen. Het is niet dat ik hier zeg van, oh ja, kijk, ik zie hier een bullish divergentie of zo. Nee, ik zie een correctie. Dus we moeten goed zien, we zullen waarschijnlijk... Sorry, dat was niet proper getekend. Dus we gaan wel zoiets doen, waarschijnlijk. Maar hoe ver dat gaat gaan, dat durf ik niet te zeggen, omdat... Dat is de enige opmerking die ik al omcirkeld op deze grafiek, is dat we hier... Je hebt die kruising van geel en groen, hè, die moving averages. Dat is de 50 en de 200 op een dagelijkse. Dat is een dead cross, hè? Ja. Dus een dead cross, dus die zijn hier gekruist. Dus waarschijnlijk zullen die moving averages ergens wel dat gaan doen. Mm-hmm. Maar gaat de prijs eerst dat doen en dat doen... Dat moet nog bekeken worden, maar dat is echt op basis van technische analyse op de korte timeframes. Ja. Oké, dan zullen we wel zien de komende maanden dan. Dus inderdaad, ja. Hebben kort op de 4 uur hier wel een beetje bullish divergentie. Maar je zal toch eerst hier dit niveau, dat kan je eigenlijk zo met het blote oog zien. Hè. Ja, ja. Je hebt allemaal een lijn, hè. Hier, 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 hier. Dus bij SHIB is de lijn op 2749. Ja. Achter de comma. Daar zit ongeveer die weerstand. Gaan we hetzelfde krijgen als bij Bitcoin, dat hier eigenlijk een heel rare... met een shoulders gaan maken, met dan een uitbraak naar boven die jou ergens waarschijnlijk in deze regio's gaat brengen. Dus het exacte, zou het exact hetzelfde scenario zijn als Bitcoin. Oké. Ja, in de gaten te houden. En dan zou ik graag toch nog enkele andere onderwerpen aansnijden. Bijvoorbeeld, deze week werd er een studie gepubliceerd en blijkt dat nadat China het mijnen van crypto heeft gebannen, er vandaag toch minder groene energie wordt gebruikt om te mijnen. Toen dat China nog in de pool zat, was 40% van, van de gemijnde crypto... met hernieuwbare energie. En nu is dat nog 25%. Dus dat is toch wel een forse daling. En er zouden ook weer veel meer gas en kolen worden gebruikt. Wat vind je hiervan, Gwen? Geen goede wereldwijd of binnen China? Wat blieft? Wereldwijd of binnen China? Nee, nee. Dus sinds dat China is gestopt, of het mijnen van crypto heeft gebannen, wordt er minder groene energie gebruikt om te mijnen. Dus in plaats van 40% hernieuwbare energie, toen dat China nog, dat er daar nog kon crypto gemijnd worden, vandaag zitten we aan 25% dat met hernieuwbare energie wordt gemijnd. Dus dat is een vrij forse daling en wordt vooral weer gas en kolen gebruikt om te mijnen. Dus het is weer wat vuiler geworden, laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk dat te maken heeft met een paar dingen. Een deel van die migratie is gebeurd naar Kazachstan. Ja. Puur steenkool. Ja. In Texas heb je zonne-energie, hè, bijvoorbeeld. Maar je mag niet vergeten, zo'n mijner heeft continu elektriciteit. Dus ze zetten dat toestel aan en ze zetten dat niet af, tenzij dat dan naar de vuilbak moet. Dus als het geen energie krijgt van de zonnepanelen, dan moet dat nooit op het netwerk. En het netwerk is nog altijd het meest voorzien van gas. Dus ja, dus onletterlijk, als de zon niet genoeg schijnt, dan zal Bitcoin sneller zijn. En je mag ook niet vergeten, in China zit er behoorlijk wat mijningindustrie op de hydro, de waterkrachtcentrales. Ja, mensen vergeten, dat was niet alleen, dat was niet alleen aan de koolmijnen, maar... Ja. Ja, absoluut. En het is nog altijd moeilijk om hernieuwbare energie, zonne-energie, windenergie op te slaan en dan te gebruiken als er geen wind of geen zon is. Hè. Dat is nog altijd een heel moeilijke oefening. Je moet voor de mijner moet je een oplossing hebben die hem 100% 24/7 voorziet van elektriciteit. Wat als ze bijvoorbeeld doen, en daar zijn heel veel bedrijven die daar veel geld mee verdienen... En dat is dan weer een, vind ik, een heel mooie oplossing. Dat is flaregas gaan gebruiken. Dus wat is dat? Als ze in de zee naar olie gaan drillen,
stoten ze soms op gas. Nu, dat gas kunnen ze niet oogsten, omdat ze hebben daar niet de nodige pijplijnen voor. Dus wat er nu ondernemingen zijn, die hebben van die reusachtige boten vol mijners, die kunnen wel dat gas opvangen en op de boot zetten ze dat gas om in elektriciteit en laten daar die mijners mee draaien. Die mijners daar miljoenen mee. Dat zijn mooie oplossingen. Ja. Want die gebruiken die zetten onmiddellijk de oogst in gas om in elektriciteit. Ja. Ja, ik wou dat even aanhalen, omdat ja, vandaag de dag met al die klimaatinitiatieven en ESG en zo verder, is dat geen goede reclame dat dan minder hernieuwbare energie wordt gebruikt. Maar zoals dat je terecht opmerkt, zullen er waarschijnlijk nieuwe oplossingen aankomen de komende jaren die dan hernieuwbare energie terug interessanter maken om te nemen. En ik kan u ook een tipje oplichten over wat ik in mijn boek... In mijn boek is er ook een hoofdstuk over Bitcoin en het milieu. Er is net een studie gedaan waarin dat ze appelen met appelen hebben vergeleken. Dus ze hebben de CO2-uitstoot van Bitcoin vergeleken of van crypto met het bankwezen. Dat is maar een fractie, hè? Dat is misschien nog geen 5%. Dus laten we ook even eerlijk zijn. En Bitcoin zou 0,02% van de werelduitstoot... maar toe te wijzen zijn aan Bitcoin. Dus Bitcoin leidt vooral inderdaad onder de ESG-moraliteit. Ja. Maar het moet wel een beetje ook realistisch blijven. Hè? Ja, ja, absoluut. Absoluut, ja, ja. En dan om af te sluiten, want we zijn eigenlijk al voorbij het half uur, omdat ik beloofd had om over die regulering te gaan praten. Ja. De ECB, hè, nu er allerhande sancties worden genomen tegen Rusland, zegt de ECB, nu moeten we toch snel met die crypto-regulering komen, omdat we dan die achterpoortjes voor de Russen zo kunnen sluiten. Ja. Dus wat is de EU precies van plan en vind je dat een goede zaak? Ja, ik juich altijd regulering toe. Mensen hebben daar schrik van, omdat in het verleden hebben we altijd gebleken dat reguleringen op korte termijn die schrikken de markt af. Dat geeft dipjes, maar op lange termijn stuurt dat de markten omhoog. Waarom? Omdat er meer mensen gaan over de drempel stappen van als het gereguleerd is, zal het wel goed zijn. Dus op lange termijn is dat beter voor de adoptie en meer adoptie is beter voor de prijs. Nu, dat gezegd zijnde, de EU die hebben al lang een project gestart, noemt MiCA. Dus dat is die wetgeving voor crypto. En MiCA houdt een paar voorstellen in. Ten eerste willen ze stablecoins gaan reguleren. Dat juich ik ten eerste toe. Dus stablecoins die aan de Europese klant gaan worden aangeboden, die moeten een vestiging hebben in Europa. Met andere woorden, USDT zal een vestiging moeten hebben in Europa, waar de Europese wetgever kan gaan aankloppen en eindelijk vragen van, hebben jullie wel genoeg onderpand voor alle USDT die jullie uitgeven? Dus dat vind ik geweldig. Wat dat utility tokens betreft, dus dat zijn het gros van alle cryptocurrencies, die gaan een whitepaper moeten schrijven. Ze doen dat nu al. Maar dat gaat een whitepaper zijn die aan de normen van de Europese Unie voldoen. En ook gaan we moeten een soort goedkeuring krijgen van de Europese Unie. Maar dat is eigenlijk puur en alleen maar om die scammers eruit te halen. Dus ook dat vind ik goed. En waarschijnlijk dat die, zoals sommigen, misschien eindelijk neergeschreven gaan worden in een verstaanbare taal, dat alle informatie erin staan, want sommige whitepapers zijn trashpapers. Daar haal je niks uit. Nu, wat wou ik daar nog over zeggen? Ah ja, wat ze ook natuurlijk willen doen, is de CASPs aanpakken. En wat is een CASP? Dat is een Cryptocurrency Asset Provider Service. Dus dat zijn gecentraliseerde exchanges, gedecentraliseerde exchanges, noem maar op, makelaars. Maar misschien ook, wat ik vermoed, is dat ze die mixers willen gaan aanbieden. Mixers, dat zijn eigenlijk... Ja, de witwassers van de crypto-industrie, daar stuur je een hoop bitcoin naartoe en dat wordt zo gehandeld en verkocht en aan die cryptocurrency, dat eigenlijk de enige bedoeling is dat het nog moeilijker traceerbaar wordt voor justitie. Ja, ja. Ze willen die gaan reguleren. Dan zouden ze ook... ze willen ook de money flow controleren. Dus bij gewoon bankwezen is dat vanaf 1000 euro, maar bij crypto zouden ze dat gaan verlagen. Juist om die mixers vlug af te zijn, ja. Kunnen ze inderdaad... Zo'n Russische oligarch die zo zijn geld wil gaan mixen, kunnen zij dan gaan volgen. En zij kunnen dan rekenen, of wettelijk steun eisen,
van die CASPs in het blokkeren van tegoeden. Nee, was zoals sommigen denken, van ja, ze gaan achter mijn cryptos aan voor de fiscus. Nog niet. Dat is nog niet de bedoeling. Ja. Maar ik sluit zeker niet uit dat dat in de toekomst gaat komen. Gaat er maar vanuit. Want zo is het in Amerika. Maar in de eerste plaats is het echt bedoeld tegen de witwassen. Of tegen oligarchen in dit geval. Dus ja, dat gaat er zo'n beetje aankomen. Oké, Gwen. We zijn ruim over tijd, maar het was interessant. Dus dat is dan zeker niet erg. We zijn aan het einde van de webinar gekomen. Bedankt voor je uitleg en tot volgende week dan. Tot volgende week. Dag iedereen. Goedenavond. Ja, ja.